Max Verstappen sprong tijdens het Formule 1 weekend van de Grand Prix van Saudi-Arabië nadrukkelijk in de bres voor Helmoet Marco. Maar waar komt die loyaliteit voor de Red Bull-adviseur vandaan? Dat ga ik je onder andere vertellen in deze video. Mijn naam is Joris Mossendijk. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal, want we zijn met een rotgang onderweg naar de 40.000 abonnees. En het zou heel fijn zijn als jij onderdeel uitmaakt van onze community. En dan gaan we eerst naar iemand die in zijn ogen eenvoudig wereldkampioen Formule 1 is. Felipe Massa heeft namelijk officieel een rechtszaak aangespannen tegen de FIA, de FOM en Bernie Ecclestone. Hij wil een schadevergoeding omdat hij van mening is dat hij de Formule 1 wereldtitel van 2008 had moeten krijgen. Uiteindelijk ging die titel naar Lewis Hamilton, maar zonder crashgate had die titel van Lewis Hamilton waarschijnlijk nooit plaatsgevonden. In 2008 werd Lewis Hamilton wereldkampioen in de laatste bocht van de laatste race van het kampioenschap. En daardoor wist Felipe Massa één punt achter het net om die wereldtitel binnen te slepen en ging die naar Lewis Hamilton. Maar een jaar later werd bekend dat tijdens een van de eerdere races de Grand Prix van Singapore Nelson Piquet Jr. expres had gecrashed, waardoor zijn teamgenoot van Alonso die race kon winnen. Massa was kind van de rekening en verloor door dat schandaal punten, waarmee hij de wereldtitel aan het einde van het jaar binnen had kunnen slepen. Vorig jaar riep de voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone dat hij en via baas Max Mosley nog dat jaar wisten van het schandaal, maar dat ze geen onderzoek deden om de sport niet in kwaad daglicht te zetten. Ook Ecclestone wordt nu voor de rechter gedaagd. Volgens Massa was dat schandaal een overtreding van de FIA reglementen en hij wilde dus een schadevergoeding voor dat schandaal in 2008. En daarom heeft niet alleen een Ecclestone, maar ook de FIA en de FOM voor de rechter gesleept. Massa wil een verklaring dat de FIA haar reglement heeft geschonden door de crash van Nelson Paquette Jr. niet meteen te onderzoeken in 2008. Massa zou dat jaar het kampioenschap hebben gewonnen. Massa eist een schadevergoeding voor het aanzienlijke financiële verlies dat hij heeft geleden door het falen van de FIA, waaraan ook de heer Ecclestone en de FOM medeplichtig waren. Pogingen om tot een minderlijke schikking te komen zijn mislukt, waardoor Massa geen andere keus heeft dan een juridische procedure te starten. Recentelijke ontwikkelingen voor de VIA, waarbij er veel onderzoeken zouden zijn naar wanpraktijken binnen de organisatie, worden ook aangehaald in de verklaring. Recente activiteiten tonen aan dat problemen met transparantie en integriteit in de Formule 1 relevant blijven, en het is duidelijk dat er serieus werk verricht moet worden om de geloofwaardigheid en de toekomst voor de lange termijn te garanderen. Ja, en dan gaat het natuurlijk om die schadevergoeding. En dan ben jij benieuwd welk gedrag ermee gemoeid gaat. Nou, Philippe Massa die heeft nog een relatieve marge ingesteld. Want hij eist een schadevergoeding tussen de 70 en de 175 miljoen euro. En Bernie Ecclestone is dus de vorige eigenaar van de Formule 1 en hij mag zich dus binnenkort gaan verantwoorden in de rechtbank. Je zou kunnen zeggen dat de man op zijn leeftijd wel iets beters te doen heeft en er niet echt zin in heeft. Maar hij laat in de reactie weten dat hij het besluit van Philippe Massa om een rechtszaak aan te spannen juist toejuicht. Als Philippe het aan mij had gevraagd, dan had ik gezegd dat het het juiste was om te doen: een rechtszaak aanspannen en een Engelse rechter laten beslissen wat er goed en wat er fout is. Over de uitkomst en wat er kan gebeuren kan ik niks zeggen. Ik heb geen flauw idee. Niemand, denk ik. Maar vanuit mijn oogpunt is het het beste dat een Engelse rechter het oordeel velt. Dat helpt hem. Nou, denk jij dat het de enige kans van slagen heeft en dat hij een punt heeft door die drie partijen voor de rechter te slepen? Laat dat even weten in de comments. Toen er een kleine 24 uur tijdens het Grand Prix weekend van Saoedi-Arabië het gerucht ging dat Helmut Marco wel eens geschorst zou kunnen worden door Red Bull Racing. Een gerucht dat Marco zelf de wereld inslingerde tegen het Oostenrijkse ORF. Was het Max Verstappen die vierkant achter de Red Bull adviseur ging staan? De drievoudig wereldkampioen was namelijk van mening dat Marco een steunpilaar is binnen het team. En dat ook zijn toekomst bij het team deels afhankelijk is van de toekomst van Marco. Of die comments van Verstappen er direct aan hebben bijgedragen dat Marco voorlopig nergens naartoe gaat, is speculeren. Maar de Nederlander gaf wel heel duidelijk een statement af aan iedereen die de positie van Marco aan het wankelen zou willen brengen. Kom je aan Marco, dan kom je aan mij, zo laat dat zich lezen. Natuurlijk ga je daar als Red Bull niet zomaar aan voorbij als het grootste uithangbord van jouw merk zoiets roept. Marco die dankte een dag later Verstappen voor zijn mooie woorden. En de rust lijkt voorlopig heel even wedergekeerd bij Red Bull Racing. Mede omdat er natuurlijk ook komend weekend geen Grand Prix is. Het is duidelijk, Max Verstappen gaat door het vuur voor Helmoet Marco en vice versa. Maar waar komt die loyaliteit en vriendschap vandaan? Daarvoor moeten we terug naar 2014. Het was de tijd dat Marco de gok durfde nemen... om de toen 16-jarige Max Verstappen te contracteren. Moet bijgezegd worden, Verstappen die stond onder de belangstelling van meerdere Formule 1-teams en Formule 1-bazen. Maar Marco die kon iets bieden wat geen enkel team aandurfde... namelijk een Formule 1-zitje. Met 17 lentes op de teller debuteerde Verstappen bij Toro Rosso in de Formule 1. En vanaf dan af aan maakte hij indruk met zijn rauwe tempo. Dat rauwe vertaalde zich ook in foutjes, maar mag het... Marco zag het door de vingers door naar het grotere geheel en de wat langere termijn te kijken. Kritiek van buitenstaanders legde de twee gebroedelijk naast zich neer, wetende waar ze naartoe aan het werken waren. Het talent was er, maar de volwassenheid die Max Verstappen aan 2024 heeft. Ja, die had hij toen de tijd nog niet. Hij was gretig, jong, wild. Ja, en hij werd door sommige coureurs niet altijd geliefd door zijn manier van rijden. Maar het was daarom ook fijn dat vader Jos Verstappen hem ook altijd bijstond. Maar in Helmoet Marco vond Max Verstappen eigenlijk een tweede vader. En dat was extra belangrijk ook op het feit dat Jos Verstappen er niet altijd was. Die rol kon Marco dus op zich nemen. En ook beide karakters die matchen erg goed. Want eigenlijk praten ze allebei niet eromheen, zijn ze recht door zee en hebben ze allebei het hart op hun tong. Helmoet is wel een soort vader voor me. Ja. Ik heb een hele goede relatie met hen allebei en met Helmoet. Hij zegt wat hij denkt, is altijd recht door zee, en daar hou ik wel van. Met hem geen bullshit verhalen. Zo sprak Verstappen ooit in een exclusief interview met Racing News 365, nog voordat hij zijn eerste wereldtitel boekte. En hoewel er een leeftijdsverschil bestaat van 54 jaar tussen beide heren, matchen de karakters gewoon heel goed. Ook iets wat Christian Horner al eerder vertelde in een gesprek met Formule 1.nl. Helmoet is een beetje als Max' grootvader, de oude, wijzere man. Die twee liggen elkaar gewoon heel goed. Terwijl mijn relatie met Max meer operationeel van aard is. Zonder Marco had Max Verstappen dus nooit zo vroeg zijn debuut kunnen maken in de Formule 1. En zonder Marco had hij waarschijnlijk binnen een Formule 1 team nooit zoveel vrijheid gegeven als hem Marco hem daadwerkelijk gegeven had. En die loyaliteit die wordt misschien nu beloond. Want inmiddels drievoudig wereldkampioen is niet vergeten welke weg hij heeft afgelegd en wie eigenlijk bijna altijd aan zijn zijde komt. En misschien die loyaliteit die Marco had voor Verstappen wil Verstappen misschien nu op zijn manier terugbetalen. En tot zover deze video van Racing News 365. Ik zou het vet vinden als je je wilt abonneren op dit kanaal. Want video's maken we natuurlijk niet voor onszelf, maar dat doen we voor jullie, omdat jullie ze vet vinden. Binnenkort komen wij ook met een hele gave serie. Om ervoor te zorgen dat jij jouw vrienden gaat verslaan op de kartbaan. we hebben Mike Heesemans geweest in Eindhoven. En hij gaat je vertellen hoe je een pro wordt en al jouw vrienden helemaal rijdt op welke kartbaan dan maar ook. Dat ga je in ieder geval niet missen als je abonnee bent. Nu bedankt voor het kijken. Wil je nou veel meer nieuws? Heel simpel. Ga naar Racingnieuws365.nl. En ik ben snel weer bij je terug. Tot de volgende!